Dit gaat een vlog zijn waar de speciale behangen erop gaan. En dan heb ik ook nog een leuke kortingscode voor jullie. Ik kijk nu naar een heel gaaf, gek, groot fotobehang in onze keuken. Maar hij is heel bizar eigenlijk. Ja, en heel apart. Het is heel gek. Anders dan anders. Want daar zou ook heel speciaal behang komen. Een beetje fluffy behang waar ik het over had. En ik wil het jullie laten zien, maar het is het verkeerde behang. Ik ben zo benieuwd wat jullie van de fotobehang vinden. Ja, dat hebben we al eens eerder gedaan, hè? Ja, hij hangt, jongens. Het eerste stukje van ons mooie keukenblad. Ja, ik kan wel wat fixen, maar de druk is verder niet hoog of zo. Jullie gaan echt kapot lachen om onze bank. Ik moet plassen. Dat meen je niet. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij weer een nieuwe video. Nou, Sergio is weer heel hard bezig in het huis om de keuken verder te doen. Ze zijn ook bezig om de benedenvloer in ieder geval af te krijgen. Dus ik ben super benieuwd. Ik ben vandaag thuis gebleven, want ik ging nog eventjes wat werken. En ik heb ook de vlog voor jullie gemaakt. Want je merkt toch wel dat je daar een stuk minder tijd voor hebt. Want je bent gewoon overdag weg, 's avonds weg. Maar er kwam ook een pakketje binnen. We hadden een heel gaaf pakketje besteld. Voor in de hal. Een opbergbankje met een spiegeltje erbij. En een soort kapstokje. Dat was allemaal in één systeem. Nou, die had al binnen moeten zijn. Die waren ze dus kwijt. Want hij was niet binnengekomen. Toen hebben ze hem uiteindelijk gevonden. Bleek hij beschadigd. Dus ze konden hem niet meer leveren. En hij was uitverkocht. Nou. Dus wij balen als een stekker, maar toch op zoek naar een ander bankje. Ik dacht, nou ja, dan maken we die dingen maar los eventueel. Maar toen kwam ik op dit gave bankje. En die is vandaag binnengekomen. Dit is het opbergbankje. Die ik in de hal ga zetten. Ik was gelijk verliefd op de kleur. En nu hopen dat het ook stof staat bij de halkleur en de vloer. Ze zijn trouwens ook langs geweest van Mooi Water om de waterontharder te installeren. Dus dat is ook super fijn, want dan hebben we dus vrijwel geen kalk meer in het water. Wat natuurlijk heel goed is voor je. En ook goed voor al je apparatuur en weet ik het allemaal. En ons idee om het luik open te kunnen blijven houden in de hal is ook gelukt. Dus ik ben super blij. Ik ga er nu even heen om het bankje te brengen. En daarna met Jessie ophalen. En Sergio die blijft lekker bezig, denk ik. Ik ben maar bij Poepie aangekomen. Hi Poepie. Het gaat een werk vandaag, hè? Ik doe mijn best. Hey, het zijn wel veel dingen die je uit moet dokteren. Dus je doet voor je gevoel niet heel veel. Maar het is ja, wel even een hele keuken die we gezet hebben in 2 dagen. Ja, want de deurtjes zitten er al op. Met het folietje er nog wel even op. Ze moeten nog even gesteld worden. Ja. Jij bent nu bezig met de zijkanten. Je hebt daar de kasten al bovenop gezet. Ja. Dan ook de folies nog vanaf. Ik heb alleen geen idee hoe ik dit grondje erop moet zetten, maar dat weet Maya vast wel. Vast wel. En ik wist nog even niet of we de zijpanelen aan deze kant gingen doen. Dat wil jij ook. Ja. Dus dat is op zich zo gedaan. Alleen deze zijpaneel hier, als we even uitdokteren, ook met die plinten zo, daar ben ik ook helemaal uit. Dan heb ik alleen nog één klein dingetje waar ik nu dus even dit stripje weer los voor moet draaien. Omdat dus alles vast zit, kan deze er niet meer tussen. Hij kan wel tussen, maar dan kan ik dit mooie klemmetje er niet in doen. Nee. Dus dat is eventjes weer losmaken, detailtje. Nou, ondertussen zijn ze verder gegaan met de vloer. Ze hebben het nog niet helemaal gered, maar alweer een heel stuk verder. Namelijk nog maar een kwartje van de woonkamer. En dan is ook hier beneden de vloer helemaal gedaan. Kijk, zo ziet de vloer eruit. Vanaf hier. Ik ben er heel blij mee.
Morgen komt hij terug, dan gaat hij dit afmaken, dan gaat hij boven afmaken. Ik ben lekker donker, zie ik. Morgen komt hij terug en dan gaat hij de woonkamer afmaken en boven afmaken. Nou, boven is een stuk sneller gedaan, want daar zijn ze recht. En dit is altijd veel snijwerk natuurlijk. En hopelijk kan hij ook een begin maken aan de plinten. Dus ik heb gevraagd of hij dat alvast wil beginnen aan de grote lange muur. Want aanstaande dinsdag komt onze bank binnen en de eettafel. En ja, ja goed, dan is het toch denk ik fijner als die rondjes al gedaan zijn. Dat we niet weer de eettafel hoeven te verschuiven, et cetera. Ondertussen, het bankje die ik net liet zien in de auto, die heb ik in elkaar gezet. Ik ben er blij mee. Hij komt dadelijk natuurlijk wel even een stuk meer naar rechts. Maar nu is de deur er even uit. Dit is hem. Ik dacht even op het plaatje te zien dat er geen gouden poten in zaten. Dus ik dacht, shit, moet ik ze gaan verven? Maar ze zijn wel goud. En we kunnen er een paar dingetjes in kwijt. Dat is ook bijvoorbeeld handig als dadelijk hieronder de schoenen staan. Dat je toch even kan zitten. Die kleine even kan laten zitten bijvoorbeeld om zijn schoentjes aan te doen. Ondertussen is ook het systeem van mooi water binnengekomen. Die staat hier. En die gaat ervoor zorgen dat er geen tot bijna niks aan kalk meer in ons systeem, in ons water zit. Dus dat betekent gezond, maar ook ja, geen kalk meer op je materialen. Dus dat is helemaal super. We zullen daar later nog eventjes wat meer over vertellen als we wat meer rust hebben. Want nu moet ik helaas alweer weg, want ik ga Jesse Silver ophalen. En dan laat ik mijn lieve schat hier eventjes verder gaan. Kom jij nog naar huis om te eten of wat ga je doen? Ik weet het niet. Je wordt ook cranky, hè, als je niet eet. Ik denk dat ik even een pizzaatje bestel of zo. Of ga je door. Maar ik kan sowieso niet meer komen, hè? Maar ik heb wel zin in die sperrips eigenlijk. Nee, ik vanavond wel. Ik bestel wel iets kleins. Nee, jij kan niet meer komen. Nee, ik weet niet. Ik wil eigenlijk het blok afmaken en de tv ophangen. Nou, maar de tv ophangen gaat niet in mijn eentje. Nee, dat is wel jammer. Had ik wel graag even mee geholpen. Maar ja, het is nu al laat, want mijn moeder heeft de auto nodig, dus ik ga snel rijden. Oké. Oké. We zijn even naar de bouwmarkt geweest voor iets te halen voor ons keukenblad. En we gaan nu even wat eten halen en we rijden in onze oude buurt. Kijk. Back in the hood. Back in the hood. Daar in die flat hebben we gewoond. En nu gaan we even naar ons oude vertrouwde supermarkt. Even naar de Heuflit. Even wat eten, want ik verga van honger. Ik knal je er voor de deur uit en dan ga ik een rondje rijden, denk ik. Ja, snap ik. Tenzij er plaats is. Kijk, je ziet het niet. Hey. Wat is dit, de plak? Is dat de bus van John van Zweden? Hey, doet hij hier? De vlog zijn waar de speciale behangen erop gaan. Beneden is Berry bezig met de groenteman. Ja, een hele speciale. Dat zeg ik. Oké. En hier komt ze ook gaaf behangen. Oh, kijk nou. Oh, dit is vet. Ik ben zo benieuwd hoe Jesse Silver gaat reageren. Ik ga jullie hem dadelijk natuurlijk laten zien. Als die helemaal af is. En dan heb ik ook nog een leuke kortingscode voor jullie. Dus blijf kijken. Hi lieve mensen. Ik kijk nu naar een heel gaaf, gek, groot fotobehang in onze keuken. Ik ben zo benieuwd wat zij ervan gaan vinden. Wat denk jij? Wat denk jij? Ik zeg, wij kijken nu naar een heel groot, ja, gek, gaaf fotobehang in onze keuken. Hallo? Als zelfs Berry het leuk vindt, dan denk ik dat jullie het ook gewoon wel hartstikke tof gaan vinden. Maar hij is heel bizar eigenlijk. Ja, en heel apart. Het is heel gek.
Anders dan anders. Het is heel vreemd. Het is even geen melkmeisje, weet je wel? Nee, het is geen meisje met de parel, nee. Nee. Het zijn geen aardappeleters. Nee. Er zitten wel aardappelen in. Er zitten wel aardappelen in. Zullen we hem laten zien? Dat weet ik niet. Ja, doe eens. Hij heeft een hele gekke ademsappel, dat wel. Die heb ik niet eens gezien. Nou jongens, zijn jullie er klaar voor om ons fotobehang te zien in de keuken? Komt-ie. Wat zal dit zijn? Zo! Hey Giuseppe! Ja, dit is van een echte kunstenaar, jongens. En ik ben er heel blij mee. Hij staat gelijk aan het kookeiland. Het breekt lekker de kamer. Ik ben blij met de plint eronder, wit. Kijk, we hebben knolselderij, we hebben courgette en aubergine. We hebben hier wat gerst volgens mij. Het meest gekke vind ik nog die wallen van hem. Behoorlijke wallen, dat zijn kweekbeertjes. We hebben hier nog wat touwen, mais, kersen, druiven. Ja, je blijft er naar kijken van wat zie ik allemaal. En onderin mooie bloemen. Granaatappel heb ik ook gespot. Waar zijn die tandjes van gemaakt? Of die bovenlip? Wat is dat? Die bovenlip. Kersen. Wat is een framboos. Wat denken jullie? Maar ja, wij wilden dus echt iets anders dan anders. En ja, wij zijn er gewoon heel blij mee met onze gekke Giuseppe. Ja, ik vind het echt fantastisch. Ik was dus eigenlijk op zoek. Ja, wacht, ik doe even zo. Onze camera heeft de laatste tijd een beetje moeite met scherp stellen. Ja. Dus misschien binnenkort even een nieuwe camera. Maar goed. Zo uit onze geldboom. Wat wou ik zeggen? Weet ik niet. Ja, dat we iets gaafs, iets groots wilden in de keuken. Ja. Maar niet het geëikte. En toen dacht ik, maar ik wil ook wel iets wat weer een beetje past bij de keuken. En toen zag ik. Ja, ze hebben gevonden. Ja. Ik kende hem al wel, maar ja, ik heb hem nog nooit opgekomen. En toen zag ik van ja, weet je, de kleuren kloppen met ons huis. Er zit gewoon groente in, bloemen, leven. Dus ja, wij vinden hem helemaal te gek. Maar we zijn echt super benieuwd wat jullie ervan vinden. Nou ga ik boven even de kamer laten zien en de behang. Ja. Of zal ik eerst even de vloer laten zien? Want de vloer is zo goed als af. Ik moet je afsluiten met een echte knaller, hè? Met een echte knaller. Met die van Jessie's kamer. Ja. Ja, want daar heb ik een hele gave kortingscode ook voor jullie. Dus die ga ik zo laten zien. Ik laat eerst even de vloer zien. Er is nog een heel klein stukje wat nog gedaan moet worden. Want die, daar hadden ze net niet genoeg voor. Maar voor de rest ligt de vloer er. En we zijn er ook weer heel blij mee. En hij heeft al een stukje plint. Een hoge plint, 7 centimeter. Heeft hij gedaan. En onze knijter van een tv staat hier. Die gaan we zo even ophangen. Maar we zijn er heel blij mee. Het is dus geen houten vloer. Het is PVC. Het is PVC houtlook. Omdat wij eigenlijk hadden gelezen dat dit gewoon eigenlijk het beste materiaal is. Om op te leven qua krasbestendigheid en zo. Want zoals jullie weten hebben wij 2 honden en een druk kind. En zelf ben ik ook niet al te netjes, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik vind ook, ik baal er echt als een stekker van hoor, als er ergens een kras op zit of iets. Maar ik vind ook, dat heb ik ook met mijn telefoon als die nieuw is, het is wel een gebruiksvoorwerp. Je moet het wel gewoon kunnen gebruiken en je wil niet de hele tijd op een vloer of iets lopen alsof je op eieren loopt. Dus ja, daar hebben we de keuze voor gemaakt. We zaten ook nog te denken aan een gietvloer, maar daar hebben we toch veel over gehoord dat je daar heel snel krasjes op ziet en scheurtjes en zo. En hout, vind ik, kan eigenlijk altijd. Is gewoon tijdloos. Dus ik ben hier heel blij mee, ook met de kleur. Nou, er zijn een paar dingetjes die nog een beetje goed verwerkt moet worden, want er zit wat lijm op het plafond. Ja, sommige dingetjes die kloppen helaas nog niet, dus die gaan ze nog in orde maken. En dit is het bankje waar ik ook heel blij mee ben. Ook weer een grappige kleurencombinatie.
En daar kunnen we dan even lekker op zitten. Om de schoenen aan te trekken. En je kan er wat in doen. Hij moest niet te breed zijn. In eerste instantie dacht ik, is die misschien een beetje te klein. Maar goed, als we de deur open doen, is eigenlijk gewoon perfect. Want anders kan je hem weer niet open krijgen. En dan gaan we door naar onze slaapkamer. Want daar zou ook heel speciaal behang komen. Een beetje fluffy behang waar ik het over had. En de vloer ligt er ook in. En dan kijk ik nu naar het behang die ze hebben gedaan. En ik wil het jullie laten zien, maar het is het verkeerde behang. De kleurencombinatie is precies verkeerd om. Gewoon compleet verkeerd om, zoals ik hem altijd heb gekozen. Dit is echt heel duur behang, hè? Dus dat is een duur foutje van ze. Ik ga hem toch laten zien, want dan hebben jullie in ieder geval een idee. Dit is het behang. Alleen nu overheerst heel erg het groen. Het is fluffy behang. Lekker zacht. En die moet hier komen, maar die moet ook nog op dat muurtje komen. Dus daar was ook te weinig van. Maar, zoals ik hem had gekozen, ik ga zo even kijken of ik hem op mijn telefoon kan laten zien. Waren de bomen roze-paarsig. Waren de flamingo's juist een beetje mintkleur. En was de boomstam niet grijs, maar bruin. Dus het is gewoon echt precies omgedraaid. To be continued. Ik ga even jullie laten zien wat het wel moest zijn. Kijk jongens, dit had het moeten zijn. Dus rozig paarsig de bomen, de flamingo's of vogels wat het ook zijn. Een beetje mintig, een hondje of zoiets of een katje, een beetje bruinig. En de bomen zelf zijn een beetje goudbruinig. En dit is wat er hangt. Is toch een hele andere feel, hè? Die van mij, wat eigenlijk de bedoeling was, is veel warmer en past veel meer bij de kleuren die de bedoeling waren. Maar goed, dat gaan ze allemaal fixen. Het is jammer dat het niet in één keer goed is voor beide partijen. Want ja, dat kost hun een hoop geld. En ook weer tijd natuurlijk. En wij vinden het ook jammer. Nu ga ik door eventjes naar de logeerkamer. We hebben ons bed al een soort van neergelegd. Ik ga het jullie even laten zien. Want ons bed waar we nu op slapen gaat hier komen. Maar die is een stuk hoger. En ik had eigenlijk bedacht om hem zo neer te gaan leggen. Maar dan heb je heel weinig ruimte om nog langs te lopen. En lijkt de kamer een stuk kleiner. Dus nu hebben we gezegd, weet je wat? Ik gooi hem even neer. Boom. Dit is ook wel zo zwaar. We hebben bedacht. Jeetje mina jongens. Nou, zo ongeveer. Dan zie je dat je veel meer ruimte in de kamer hebt. En we gaan dan het hoofdbord, die bij ons nu heel hoog is, gaan we dan weglaten. En dan hoop ik dat die net onder de, of tegen de vensterbank aankomt. Dus dat je wel iets hebt om je kussen tegenaan te doen. Maar ja, als je ons hoofdbord neemt, dan denk ik dat die wel tot hier komt. En dat is natuurlijk zonde van het licht en het raam. En dan nu het super mooie fotobehang in Jessie's kamer. Ik ben zo benieuwd hoe die gaat reageren. Ja jongens, ik kijk er alweer naar. Ik ben zo benieuwd. Zijn jullie er klaar voor? Nee, wacht even. Ik ga jullie eerst nog wat anders laten zien.
Dit is de kurk. Die in dit hoekje gaat komen. Maar blijkbaar is dat niet normaal lijm wat je daarvoor moet gebruiken, maar iets heel anders. Die hadden ze ook nog niet. Dus die moeten ze nog eventjes gaan maken of gaan kopen. Ik ben zo benieuwd wat jullie van de fotobank vinden. Ik vind hem echt vet en ik denk dat Jessie ook helemaal aan zijn plaat gaat. Oké, jongens, komt ie. 1, 2, 3. Dat is hem. Oh, en ik was even in de stress, want ik denk, nee toch. Dit gaat toch niet dadelijk door die olifantse benen heen komen, hè? Maar, of door dat kleine olifantje zo door zijn slurf. Maar godzijdank niet. Nou, ik ben super blij en Jessie heeft deze ook uitgekozen vanwege deze olifant. En dit zijn dus de illustraties en fotobehang van Fleur de Fleur. En ik mag jullie een hele leuke kortingscode geven van 10%. En die is geldig voor een half jaar. Ze heeft allemaal leuke dingen. Allemaal verschillende soorten behang. Ook helemaal goud met dieren. En ze heeft zelfs kalender. Ze weet ik het. Geboortekaartjes. Het is echt fantastisch wat ze maakt. En ik had haar dus gezien. En ik dacht, die wil ik. En des te blijer ben ik dat ik jullie dus een kortingscode mag geven van 10%. En ik zal hem ook nog even in de beschrijving doen en hier op de vlog opschrijven. Maar de kortingscode die je moet invullen is FDF van Fleur de Fleur. X en dan Sergio en René. Dan krijg je 10% korting. Zoals ik al zei, ik schrijf hem ook nog even in de beschrijving en hier in de vlog en ook de website. Maar ik ben er echt ontzettend blij mee. Uiteraard gaan we jullie ook nog de reactie van Jessie laten zien. Maar ik denk dat we dat pas weer doen als ze bed binnenkomt, want die komt volgende week. En dan hoop ik dat ze ook de kurk gelijk kunnen doen. En dan moeten nog plinten komen. En die plinten moeten wel eerder komen dan Jessie's bed, zit ik me nu te bedenken. Dus dat moet ik wel even doorgeven aan Danny. Allemaal dingen. Dit is trouwens de lamp. Hopelijk kan die nog blijven hangen als het bed van Jessie er komt. Want Jessie's bed die neemt echt bijna heel de halve kamer in beslag. Maar ja, deze hebben we via Marktplaats op de kop getikt. Daar zijn we zo blij mee, want dat ding was echt hartstikke duur schijnbaar. En ik heb zelf bedacht, ik heb zelf die nepplantjes gekocht en eroverheen gedaan voor een extra jungle gevoel. Dag meneer. Onze tv. Echt. Ik denk dat de buren niet meer weggaan hier. Die zeggen, voetbal, ik kom bij jou. Ja, daar heb ik hem ook voor gekocht. Voor voetbal. Nee, voor de buren. Ik dacht, zet er even een voetje op, dan kunnen we hem in ieder geval even neerzetten. Als we gewoon een concertje afspelen, is net alsof we er zijn. Ja, ik dacht, het is wel leuk als Olaf zo meteen komt dat er wat op staat. Ja. Leuk. Leuk! Oh, krijgen we een poppenkast? Ja, dat hebben we al eens eerder gedaan, hè? Hebben we het er vorige keer mee gedaan? Oh ja, het grappige is trouwens dat die tv echt knijtergroot is. Gewoon 77 inch, maar op de muur lijkt hij niet eens zo heel groot. Ah.
Ja, dan kom maar even naar boven. Ja, kom maar even naar boven. Doe even. Lekker, je bent een rodijntje. Oh, heerlijk. I want to break free. I want to break free from the mountains. The sun is coming to me. Oh, oh. Okay. Oh my lekker. God. Bedrijfsongeval. Oh, daar gaat ons in ieder geval. Oh! Nee? Ja? Ja? Ja, oké. Okay. Lekker man. Wow, wow, Max! Lekker Max. Hé. Hey. Hij is lekker man. Oh, daar gaat ons een nieuwe muur. Zo in de garage. Ja, maar wacht even. Ik wil zeker weten dat ik die leiding nodig heb. Heb je die pakken boven in de leiding niet nodig? Volgens mij wel. Hou af. Maar deze is wel discutabel. Ja, die zijn wat iets meer. Oh, Jezus Christus. Voorzichtig dan maar. Niet uit, hè? Nee, dat is net de weg geworden. Ik ga het niet. Zo, maar dat zou echt wel kut zijn als je dadelijk gewoon in de leiding of in een... Pardon? Pardon. Zou uitermate vervelend zijn? Ja. Het zou tamelijk sfeerverlagend zijn. Ja. Heel rustig is, hè? Ja. Oh, ik zie hem zo gewoon door de nieuwe tv gaan, hè? Oh my god. Kan toch nog niet? Ja, de R. Ja, de R. Happy dag 2. Ben je emotioneel? Nee. Super erge hooikoorts en dan gaat hij hier wel. Gaan we met jou, hè? Dit noemen ze immuuntherapie. Oh. Jezelf overprikkelen. Ja. Dan groei je er vanzelf overheen. Ja. Dat is het plan. Oh. Als het zover is, kunnen we weer verhuizen. Ja. Denk het wel. Ja, gaat het goed? Mooi. Ga ik eventjes... Dus goed, misschien pakken. Ja, voor de zekerheid. Kom. Oh man. Nou. Nu pas, hè? Jij had hem niet, hè? Nee. Dat dacht ik al wel. Ja? Of niet? Ja, geen idee. Zit hij? Ja, ik ook niet. Ja, zit hij? Hangt hij? Hangt hij? Hangt hij? Hoi. Ja, hij hangt, jongens. Woe! Teamwork! Goed gedaan, jongens. Ah. Ik vind hem eigenlijk een beetje te laag hangen. Nee, ik ben er blij mee. Ik vind het perfect. 1,42 en een klein beetje. 1,42 en een klein beetje? Ja, half. Hij hangt hier op... Maar kun je ook die dan wel? Ja, dat kan. Dat gaan we doen. Kan je hem nog schrijven? Ja. Ah. Oh, dat was al te veel. Misschien. Ik heb al iets terug gedaan. Toppie, mam. 1,41. En. Gaat hij lekker? Nee, lekker. We zijn weer in het huis. Mooi geworden al, hè? Zullen we naar jouw kamer gaan kijken, Jesse Silver? Naar je kamer kijken? Ga je zelf lopen? Ja. Oh, nee. Oh, nee. Toch niet. Nee. Gaan we samen? Oké. Okay. Wauw. Kijk eens. Dat is gaaf, hè? Ja. Dat zie je allemaal.
tijger. Ja. En beren. Beren, giraf. En beren. Wat is die ook weer? Dat is een... Ja, dat weten wij ook even niet. Wat is dat ook weer? Impala? Ja. Ga eens kijken dan. Oh. Baby tijger. Baby tijgertje. Olifant. Wat olifant? Dit is een leeuw. Dat is een leeuw, ja. Simba. Is dit Simba? Simba. Simba. Oké, nou volgens mij is hij er blij mee. Oh, dan kan je even lekker hier slapen. Ja. Dan ga ik hier slapen. Ja? Oh, het eerste stukje van ons mooie keukenblad. Oh, maar alleen dit stukje is al vet. Oh, ik hoop zo dat we hem goed krijgen. Ja. Hé, hey, maar dat past goed, hè, zo? Ja, is, nee, nog niet helemaal, want aan de binnenkant zit... ja, ik ga een broodje voor van blokjes. Oké. Ik moet even kijken of ik dat blokje eruit kan tikken of dat ik hier een hapje uit moet halen. Ik hoop eigenlijk het eerste. Oké. Want anders komt hij er zo ver overheen. Zoals nu, bedoel je? Ja, maar dat vind ik ook niet lelijk, hoor. Maakt het plakken van de blinden wel lastig. Oh, oké. Okay. Afblijven, Jesse Silver. Maar kijk nou, dit is ons mooie keukenplant. Wat wil je, een broodje? Ja. Ga maar naar papa toe. Ah, mooi. Zo spannend. Ja, ik wil het zo graag af hebben voordat jullie kwamen. Ja. Want ik heb het toch binnengezaagd. Ja? Ja, ik heb filmpjes gestuurd. Ja, ik zag het, ja. Stofzuiger erop, gewoon super ja. Netjes. Het ziet er heel netjes uit. Ik doe het zelf. Zo, zoals je hebt gezien, het raggenwerk ligt erop. De vochtwerende MDF-platen liggen erop. En project Herstel Keukenblad gaat beginnen. Ik heb daar aan een klein hoekje liggen. Ik ga nu eerst de puzzel zo ver mogelijk proberen te leggen. En dan, en dan zien we verder. Even kijken hoe ver we komen. Ik weet dus niet of ik daar de goede hoek heb liggen. Want het kan zomaar zijn dat het de hoek moet zijn voor de wasbak. Maar ik zie, nog niet hoe groot die is. Ik denk eerlijk gezegd dat het de wasbak is en niet de kookplaat zoals die daar nu ligt. Maar ja, daarom is het ook een puzzel. Dus we gaan het zien. Ik ga het even neerzetten. Het is wel zo makkelijk. Ligt erop. Het is een aardige puzzel, maar ik ben niet ontevreden. Na wat overleg met René gaan we de epoxy veranderen van zwart naar een soort van koper. Zwart met rood erin. Omdat het blad toch wat meer rode aderen heeft dan zwart. En dan is misschien het zwart iets te hard. Ook zijn we erachter gekomen dat het blad zo'n 4 centimeter breder is dan het keukenblok. Althans, het keukenblok is 4 centimeter te klein. Hij gaat er een beetje overheen vallen. Ik ga beginnen met lijmen. En dan hoop ik dat het puzzelstukje zo goed als vast komt te liggen. En dan gaan we met de epoxy aan de slag. Dus stap voor stap. Maar het begin is niet onaardig.
En het blijft een mooi blad, hè. Het begint nu toch echt wel vorm te krijgen. De eerste drie stukken zijn gelijk. Ik ga nu naar huis. We hebben een verjaardag en dan gaan we gezellig naartoe. En ik moet nog even douchen, want ik stink. Dus we gaan lekker naar huis. Het is goed geweest voor vandaag. Morgen gaan we weer verder. Hey, een hele goeie morgen allemaal. Het is de dag van de bruiloft. Ik ben helemaal opgedoft. En we staan hier bij het huis van Reggie. En we gaan zo meteen naar locatie. Daar kijk ik me heel moeilijk aan. Het is een hele regenachtige dag. Dus dat is wel een beetje vervelend. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik zie dat we gaan rijden. Dus tot strakjes. Hebben we het eerste gesprekje gehad aan tafel met de getuigen en de ceremoniemeesters. En toen liet Bits vallen dat hij het toch wel heel erg leuk zou vinden als ik iets muzikaals zou doen. Ja, eigenlijk daar helemaal niks meer over gesproken. En ik dacht van nou, dat doen we gewoon niet meer. Totdat twee dagen geleden Reggie zegt, hey, moet ik nog iets voor je regelen, microfoon of zo? Of, sorry. Ja, ik zeg, hoezo dan? Nou ja, volgens mij verwachten ze toch nog wel iets. Kun jij nog wat fixen? Ik zeg, ja, ik kan wel wat fixen, maar de druk is verder niet hoog of zo. Maar met, toch? Met liefde. Met liefde gaan wij iets zingen. En ik zeg inderdaad bij, want René die kan veel beter zingen dan ik. En ik denk dat ik samen met René het wel aandurf. Nou, Jesse. Ik voel zelf ook wel wat zenuwen en zo in de stem. Maar dat is alleen maar liefde. Toch? Ja. Maar weet je niet. We gaan er iets moois van maken. Maar we wachten wel. Ja. For your love, I'll give my last breath from this moment on. I'll give my head to you with all my heart. Hold on. Can't wait to live my life with you. Can't wait to start. You and I will never be apart. My dream came true. Wij zijn onderweg vanuit Tilburg weer terug naar huis. Ik heb een chronisch koffietekort vandaag. Ja, want we hadden gisteren een leuke bruiloft van beste vriend van Sergio. En dat was heel gezellig. En we hadden eigenlijk de intentie om nog naar huis te rijden. Dit ging jij spelen, hè? Maar ja, het werd uiteindelijk toch best wel laat. En toen hadden we zoiets van, ja, om nog anderhalf uur terug te rijden. Nee, nu zitten we lekker in de auto, toch? Ja. Ja. Dus uiteindelijk besloten om toch maar nog te blijven slapen. Nu gaan we niet naar het feest, hè? Nee, we gaan nu niet naar het feest. Nee, we gaan weer terug naar Den Haag. Ja. Want wij hadden in ons hoofd dat de bank komt vandaag. Yeah. Oh, ik ben zo nieuwsgierig. Jullie gaan je kapot lachen, denk ik. Ja. Jullie gaan je echt kapot lachen om onze bank, denk ik. Nou, kapot lachen? Ja, kapot lachen! Nee. Nee? Dat ben je toch niet? Nee, je bent toch niet kapot dan? Nee. Nee. Dat doet niet uit, hoor. Nee. We moeten wel het een en ander voor opzij zetten. Ja, dat ook. Maar die zou dus tussen 12 en 5 komen. Dus toen dachten we, nou weet je wat, dan blijven we toch maar gewoon hier slapen. Misschien wel zo veilig. Maar
werden we gebeld dat er iemand voor onze deur stond die geen sleutel had. Maar we waren even vergeten dat de stoffeerder door zou gaan en dat hij geen sleutel meer had. Want die was weer, ja, was doorgegeven, de sleutel, en uiteindelijk bij ons op de tafel gelegd. En die hebben we dus, ja, weer niet teruggegeven eigenlijk. Nee, want, en dan neer. Ja, dus, nou, we waren al als de sodemieter onderweg om naar huis te gaan. Maar gelukkig hebben we iemand gevonden, de aannemer voor de badkamer, die dus wel in de buurt was en wel onze sleutel had. Dus die heeft gelukkig voor hem open gedaan. Precies. Dus dat is heel fijn. Eindelijk goed opgelost. Ja. Ja. Dus inderdaad, we gaan Jesse nu even wegbrengen en dan gaan we weer. Nee! Ik wil dat niet! Hij heeft er ook zin in, zoals je hoort. Zijn oren zijn niet kapot. Ik heb er geen zin in! Maar we kunnen niet wachten om de bank aan jullie te laten zien en hoe die, ja, voor ons natuurlijk ook. We hebben hem in het echt gezien opgezeten, maar we hebben wel een andere kleur gekozen. Een heftige kleur. Nee, ik moet plassen! Dat meen je niet. Oké. Okay. Dan moeten we even proberen het op te houden, schatje. Ja. We gaan even. Ga stoppen bij je benzinepomp, ja? Ja. We gaan stoppen. Ben je nu aan het plassen? Ja. Oh-oh. Ja. Dag, Beuren. Noem je mij nou een knakworst? Ik noem jou. Nee, ik zei hier knakworst. Oh. Ja. Even een broodje. Even krachtvoer. Nou, we komen binnen en we zien dat Bas Vizé bezig is met onze damwand. Gaat het deze snel, ja? Ja. Kijk eens, haalt ze erin. Hoppakee. We gaan deze ruimte even vrijmaken, want onze bank die komt zo. Oh, ik kan echt niet wachten. Dus die verhuis ik even hier naartoe. De camera heeft moeite. Dus de stoelen verhuizen we even hier naartoe. Hopelijk komt de eettafel deze week nog. En die hebben we niet vandaag. Nee, het hout is straks weg als het goed is. Ja. Zullen we even boven laten zien? Ze maken weer een kringetje. Van jongens en van meisjes. We lopen nu naar de zolder. Want ons vinyl is aangekomen. En wij dachten, die staat daar in een rol. Maar toen kwamen we boven. En toen was die al uitgelegd. Zijn jullie klaar voor? Voor ons schaakbord. Danbord. Komt dan wordt voor 15 spelers. Komt ie. Hoppakee. Ja, ja. Door die vloer lijkt helemaal groot ook hier. Hè? Iets met vloer. Door die vloer lijkt het ook nog extra groot hier, vind ik. En we hebben het ook door laten leggen. In het washok. Dit wordt dus onze American 50s diner look. Toch? Ja, er moet er wel echt iets over de slaapbank, want dat past er dan eigenlijk helemaal niet bij. Hè? Nee, dat klopt. Dus daar moeten we iets op voorzien. Ja. Ga je daar maar neer. Inderdaad, iets met een doek of zo. Of, jammer. Nou, wel heel bedankt. Nog een keer. Maar we dachten, we moeten nog even schuren. Dus, Danny die zei, ja, je vloer ligt boven de rol. Dus ik zeg tegen Ser, dan moeten we nog wel even snel gaan schuren. Komen we boven, ligt die al? Nou ja, de kleine oneffenheden in de vloer nemen we maar voor lief. Er komen toch nog meubeltjes en ja. Maar ik ben erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Jullie zien natuurlijk alleen maar de vloer. Hij is natuurlijk nog niet helemaal goed afgesneden en zo.
Maar ja. Ik ben benieuwd of jullie het zien wat het moet gaan worden. Hè? Zie jij wat het moet gaan worden? Velka. Nou, dus... Het ligt ook een beetje. Nee, dus ze doen ook wel aan darten. In de 50's. Ja, toch? Weet niet. Het zal vast wel. Alleen niet in Amerika, denk ik. Hij is echt een Engelse ding. Ja. Maar ik ben dus gek van Betty Boop. Die vind ik gewoon heel leuk. Niet dat ik er heel veel van heb, maar die vind ik wel heel leuk. Marilyn Monroe. Je hoeft ook niet elke week naar de kerk te gaan om gelovig te zijn, hè? Elvis. Dus ja, dit wordt wel echt een toffe ruimte. Ik heb nog een paar trompetten. Waar we dan een. Ik had die andere gevonden trouwens, van die hele kleine. Je zei, ik mis er nog eentje. Ja, een kleintje. Dan hier misschien een pinball heet het ook weer. Pinball machine. Nou, weet je hoe duur die krengen zijn? Dat is nog wel het laatste wat hier hoeft te komen. Ja, de jukebox. Jukebox. Ja, we hebben in ieder geval een platenspeler. Hier een verbouwtje maken. Dan komt hier die neonverlichting. Slaapbank. De neonverlichting, ja. Ja, de slaapbank, maar die is beige, dus die past totaal niet. Ja, daar moeten we eigenlijk zo overheen. En dan waarschijnlijk hier die salontafel met de tv erop. Of doen we de salontafel en de tv ergens op? Weet ik nog niet. Moet ik nog even bekijken. Ja, dan zou hier in principe de stellage kunnen staan voor de fotografie. Ja, dan zet je een lamp, zet je maar tegen de muur. Op het moment dat we iets van een foto moeten maken of zo, kunnen we ze naar voren halen. Die softboxen. Ja. Wordt gewoon echt een kant-en-klaar studio hier. From this moment, I have been blessed. I live only for your happiness. And for your love, I give my last breath. From this moment. Lekker met een broodje in mijn bek ook gewoon. Helemaal niet ingezongen, eerlijk. Oh jee, mijn knakkie valt. Mijn knakkie! Mijn knakkie en ik heb een camera in mijn mond. In je mond? Ja, man. Pak hem. Ja. Hoppakee. Okay, let's go. De bank is zo. Ze zijn bezig, ze gaan hem uitladen. De vrachtwagen staat voor de deur. De zolder is klaar. De vloer. Oh, de vloer is klaar. Komt ie. Ben er blij mee, jongens. Da-da-da-da-da. Zoals we al zeiden, doorgelegd in het washok. En hier gaan we toch een wandje doen, dus daar stopt het. Dat is toch weer gelijk vies. Dus dat gaan we even gelijk schoonmaken. Zo, ik weet niet wat eruit komt, maar het ruikt naar urine. Wat de hel. Godverdamme. En hier de hoek om. Ja, ik ben er echt super blij mee. Operatietafel, de tandarts.
Suction, ja. Suction, please. En ik ben de chirurg. Ja. Gaat je een keukenlap, normaal gesproken niet zo lastig. Zei je niet dat ik precies net daar een balk heb geplaatst om het keukenblad, even te ondersteunen? Dus die ondersteuning is nu ook vrij hoor. Een grap om te proberen. Precies daar. Man. Vele handen maken licht werk. De een zuigt, de ander slaat. Ik ben kasten naar boven aan het sjouwen. De keukenkast staat inmiddels ook. We hebben er niet gezegd volgens mij. Redelijk. Dat ik dat wil. Eigenlijk wil ik het er ook gewoon niet meer over hebben. De vaatwasser staat erin. Hij is helemaal uit elkaar gelegd. De camera heeft het moeilijk mee. Ik ga er even mee stoppen, denk ik, want het is te donker. Het is wel al donker, jongens, want we zijn tot laat doorgegaan. Maar dit is de bank. We gaan hem in de volgende video laten zien in het licht. Maar ik ben er heel blij mee. Dit zijn oude kussentjes, die heb ik er even opgelegd. Ja. We zijn super blij en hij is oh, weer groot. Ga je even liggen. Laat even zien hoe groot hij is. Waar zou ik gaan liggen? Hier? Armen omhoog. Of hier? Ik wilde de ping mee doen, maar dat lukt niet. De slang. De slang, zeehond. Ja, we zijn er super blij mee en ook dat we nog ruimte hebben daarvoor. Nu hebben we onze oude salontafel, die echt knijt en zwaar is, er toch maar even voorgezet. Maar goed, hier gaat natuurlijk wel nog een ombouw omheen komen uiteindelijk. Maar we zijn er blij mee, hè? Ik ben heel blij mee. En hij zit goed. Ik zou hem in de volgende video gaan we hem even laten zien in het licht. Ja, en we moeten hem ook nog inspuiten, hè? Die, gaan ze nog sturen. Ja, die waren ze vergeten. Kom je erbij, schat? Ja. Maar afsluiten. Ik ga er niet helemaal op, want ik heb nog vieze schoenen. Nou, wij zijn super benieuwd. Dit was volgens mij een video met echt heel veel dingen die alweer af waren en weer verder. En we zijn super benieuwd wat jullie ervan vinden, ook ja. Van deze ja. Huge ass bank. Want het is dus onze bedoeling... Deze big boy. Dat we gewoon lekker hierop gaan liggen met de benen omhoog om tv te kijken. Of lekker je knieën opgekruld. En ja, en als je, op een, als je rechtop wil zitten of op een stoel, dan, dan ga je gewoon lekker aan de eettafel zitten met je stoelen. Precies. Toch? Dus vond je dit weer een toffe vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En we zien jullie reacties heel erg graag. Tot de volgende video. Ciao.